Vrijdag 19 juni, dit is het TV Gelderland Nieuws. Er moeten maatregelen van de overheid komen, anders dreigen er faillissementen en ontslagen in de bouw. Er is geen tijd meer om geld te verdienen, er is gewoon puur tijd om alleen maar aan de gang te blijven. Zwemleraar Ben O.L. wordt niet alleen verdacht van ontucht, maar ook van verkrachting. En als wij daar dan gaan voetballen, dan trappen we daarin. Dus dan willen we een actie doen tot dat ophoudt, tot ze het dan ook weer opruimen. Kinderen beginnen een actie tegen hondenpoep op hun speelveldje. Ah, wacht. Goedenavond. Het water staat de bouwwereld aan de lippen. En het Rijk moet financieel bijspringen. Als er niet wordt ingegrepen, dreigen faillissementen en ontslagen. De regieraad Bouw Oost-Nederland luidt de noodklok en wil meer maatregelen van de overheid. Er wordt nog hard gewerkt in Zevenaar op deze vrijdagmiddag. De bouwvakkers bouwen een nieuw kantoor voor een installatiebedrijf. De uitvoerder is Koenders Totaalbouw. Het bouwbedrijf verdient nog wat op dit project. Maar door de economische crisis wordt er op andere projecten weinig verdiend. Er worden voornamelijk bouwklussen aangenomen om het personeel nog bezig te houden. Er is geen tijd meer om geld te verdienen. Het is gewoon puur tijd om alleen maar aan de gang te blijven. En kijken om de verliezen te beperken. Nou, dat kan niet door blijven gaan. En op dit moment zie je dat de bouwproductie stil gaat vallen. Dat wordt erger in 2009, maar het loopt nog dramatischer door in 2010. En dat betekent dat het effect van de economische recessie op de bouwsector in Oost-Nederland en zeker ook in Gelderland erger is, meer insnijdt dan in andere delen van Nederland. En daarom hebben we een noodkreet richting het kabinet laten gaan. Daarin verzoekt de Raad dat er een betere afstemming moet komen tussen instanties als gemeente, provincie en het Rijk. Al die overheden moeten hun plannen beter afstemmen, vindt de Raad. En minister Bos van Financiën moet zorgen dat de banken investeren in de bouwwereld. Dus de miljarden die minister Bos in de banken heeft gestopt, die moeten niet bij de banken alleen blijven, maar die moet dat moet doorrollen, ook naar bouwbedrijven. Ik denk de enige maatregel die effect heeft is onze woningvoorraad isoleren. Daar kan je pega's, joules en energie besparen. Nou, laat de overheid daar eens investeren en niet een windmolen in de zee neerzetten. Al die spullen komen uit het buitenland, daar doen we niks aan. Laten we hier in het land voor zorgen dat onze mensen aan de gang kunnen blijven. Bouwbedrijf Koenders heeft voorlopig genoeg werk voor de vaste mensen. Uitzendkrachten zijn al de wacht aangezegd. Of Den Haag in wil gaan op de wens in de brandbrief, is nog afwachten. En de grote vraag voor mensen die nu een huis laten bouwen: wat gebeurt er als de aannemer failliet gaat en het huis nog lang niet klaar is? Wordt de woning dan toch nog afgebouwd? Of blijf je achter met een huis dat half af is? Verslaggever Jacques Verhagen staat in de Arnhemse wijk Schuitgraaf, waar nog volop gebouwd wordt. Jacques, moeten mensen zich zorgen maken als hun aannemer nu failliet gaat? Ja, dat is natuurlijk een enorm schrikbeeld. Je aannemer gaat failliet, bijvoorbeeld hier op de achtergrond een huis in aanbouw. Ja, stel dat het nu failliet zou gaan. Hè? De bovenste verdieping is nog niet klaar, de zolder is nog niet klaar en nog geen dakpan op. Ja, wat moet je dan? Nou, wordt je huis gebouwd onder het GIW-garantie, en dat is het Garantieinstituut Woningbouw, dan heb je geluk, want dat instituut zorgt dan voor een ander bouwbedrijf dat de woning afmaakt. En bij de meeste bouwprojecten in Nederland is dat ook wel het geval. Maar bouw je zelfstandig een woning, dan moet je dat ook zelfstandig regelen, zo'n garantie. Gaat dat overnemen als daar sprake van is? Gaat dat dan zo makkelijk? Nou, op papier wel, maar in realiteit niet altijd. Of in praktijk niet altijd. Want wat is het geval? Bouwprojecten hebben natuurlijk langlopende projecten. Een woningbouw of een kantoor, ja, dat duurt natuurlijk weken, dat duurt natuurlijk maanden. Dus die bouwvakken zijn al voor lange tijd ingepland. Dus er zit natuurlijk wel een tijd tussen dat de aannemer die op dat moment bezig is failliet gaat, en voordat er een nieuwe is. Nou, dat instituut zoekt wel naar een bouwbedrijf en dan worden alle mogelijkheden gezocht. Maar het is wel zo, wordt een bepaalde periode overschreden, dan krijgt de aspirant woningbezitter wel een vergoeding. Daar heeft hij dan recht op. Maar ja, hij moet natuurlijk wel wachten dan voordat er een aannemer is. En dat kan vaak heel vervelend zijn. Jacques Vagen, dankjewel. Naast ontucht wordt zwemleraar Ben O.L. nu ook verkrachting te laste gelegd. De zwemschoolhouder uit Den Bosch wordt verdacht van misbruik van bijna 100 meisjes. Ben O.L. gaf ook kinderen uit de gemeente Maasdriel zwemles. De extra informatieavond werd gisteravond druk bezocht. Zo'n 400 ouders van kinderen die in het verleden zwemles kregen van Ben O.L. kwamen naar de Brabanthallen toe. Is het mijn kind ook overkomen? Dat is waarschijnlijk de vraag die de meeste ouders bezighoudt van wie kinderen hebben gezwommen met Ben O.L. Je gaat toch bij jezelf eens nadenken van heb ik signalen gemist bij de kinderen eventueel?
Ben O.L., zoals we hem nu noemen, heeft gevraagd of hij foto's mocht maken van mijn dochter. En daar heb ik destijds toestemming voor gegeven, omdat het bedoeld was voor instructielessen voor nieuwe vrijwilligers. Ik heb die foto's nooit teruggezien. En nu denk ik wel van ja, was het daar wel voor? Of hangen ze boven zijn bed, bij wijze van spreken. Hulpverleners vertellen ouders van wie de kinderen mogelijk misbruikt zijn door de zwemleraar hoe ze daarmee om kunnen gaan. Vanochtend toen kwamen we daar langs het zwembad. Toen zei ze van, het is maar goed ook dat hij zat, want hij was altijd heel gemeen. Dus ja, je weet niet wat er is gebeurd en je hoopt natuurlijk dat er niks is gebeurd. Maar ja, dat kan niemand zeggen. Nou, wat voor mij het belangrijkste advies is, dat ik vooral in de communicatie naar mijn eigen kind toe zelf rustig moet blijven. En vooral proberen om hem de tijd en de gelegenheid te geven om met zijn verhaal te komen als dat nodig is. De 59-jarige Ben O.L. zit sinds vorige week vast op verdenking van ontucht met bijna 100 meisjes. Vandaag laat het Openbaar Ministerie weten dat in de aanklacht ook verkrachting is opgenomen. Dat gebeurt uit voorzorg om Ben O.L. langer vast te kunnen houden en eventueel makkelijker te vervolgen. De Puttense moordzaak, een van de meest geruchtmakende rechtszaken van Nederland, wordt pas na de zomer afgerond. De rechtbank in Zutphen ruimt de komende weken nog 2 dagen in voor het horen van deskundigen. In oktober komt justitie pas met de strafeis tegen Ronald P. P. wordt ervan verdacht in 1994 Christel Ambrosius te hebben verkracht en vermoord. Purren met een stokje, afvegen aan de deurmat of hopen dat iemand anders je schoenen schoonmaakt. Hondenpoep zorgt voor grote ergernis. En op een speelveldje horen al helemaal geen drollen thuis. Daarom zijn Jamila en Bradley uit Doesburg nu een actie begonnen. Honden hebben er een neus voor. Maar wij mensen trappen er letterlijk maar al te vaak in. Of als we sliding maken met voetbal, dan liggen we er soms ook nog wel eens in. Jawel, hondenpoep. Al jarenlang met stip ergernis nummer 1 in Nederland. Jamila en Bradley uit de Van Budelstraat zijn de smerigheid op een speelveldje meer dan zat. Op het veldje waar de geuren je tegemoet komen, staat de burgemeester op hen te wachten. Maar gaat hij er ook wat aan doen? Deze school die hier staat, die gaat gesloopt worden. Daar wordt nieuwbouw gepleegd. Die plannen zijn daar bijna van rond. En dan wordt ook de openbare ruimte, heet dat dan, dus de grasveldjes en de pleintjes, die worden opnieuw ingericht. En dan komt er een betere speelplek voor kinderen en een heerlijke poepplek voor honden. Maar daar gaat het strijdbare duo niet op zitten wachten. We geven mensen folders en hondpoepzakjes die honden hebben. En we gaan tegen mensen zeggen dat ze de poep moeten oprapen. Als het echt hele hoge nood is, ja, dan gebeurt er wel eens wat. Maar dan moet het wel hele hoge nood zijn. En dan ga je niet eventjes met het schepje die drol oprapen en meenemen? Nou, denk je dat de mensen dat nou ook echt gaan doen? Bij sommigen denk ik niet. Hopelijk zijn de hondeneigenaren in Doesburg niet allemaal zo hardleers en nemen ze voortaan allemaal een gratis schepje en poepzakje van de gemeente mee. Zodat er voor de kinderen snel een einde komt aan dit poepverhaal. Wow. Bij tuincentrum Kernhem in Ede wordt zoveel gestolen dat de eigenaren overwegen de zaak te sluiten. In de nacht van woensdag op donderdag was het weer raak. Toen namen onbekenden een loodzwaar marmeren beeld mee ter waarde van 1.000 euro. Dit is hem. Dit is de David van Michelangelo. Ja, hij is 1,60 meter. Hij weegt 160 kilo. En hij ziet er lekker uit, kan ik niet anders zeggen. Anne Houtman van tuincentrum Kernhem kan nog wel lachen. Maar eigenlijk is het te triest voor woorden. Het terrein van het familiebedrijf wordt letterlijk leeggeroofd. En het jongste slachtoffer is dus dit beeld. Dit is het plek, u kunt nog zien aan de grond. En het is daar door het bos gesleept. Want het is, ja, het is 160 kilo, hè? 160 kilo, ja, dat weegt zwaarder dan een portemonnee, hè? Dat pak je niet met 1 man op of met 2 man. Nee, dat moet met 3 man gebeurd zijn. De dieven zijn duidelijk grondig te werk gegaan bij de diefstal. En hier hebben ze het hek kapot gemaakt? Ja, hier hebben ze het antieke hek kapot gemaakt. De diefstal van de marmeren David staat niet op zich. Om de week wordt er wel wat van het terrein gestolen. Zelfs op zondagmiddag zagen we nog 2 oude mensjes op de fiets. Dat verwacht je niet. En die rijden met 2 zakjes grind gewoon fietsen ze keihard de trein af. Het is om moedeloos van te worden. En dus overweegt de familie Houtman om het tuincentrum te sluiten. De klanten zouden dat erg jammer vinden. Ja, dan moeten we naar de andere kant van Ede toe. En ik denk dat daar het assortiment veel kleiner is nog. En anders moeten we naar Barneveld.
Een intratuin, oh, dat is veel te ver weg. Het liefst zet de familie Houtman een fatsoenlijk hek om het bedrijf, in plaats van het oude hek van landgoed Kernhem. Maar een vergunning van de gemeente laat op zich wachten. En dus moeten een paar herdershonden het terrein voorlopig bewaken. Arie Houtman hoopt in ieder geval dat het gestolen beeld van David nog terugkomt. Als iemand het in de voortuin heeft staan of te koop wordt aangeboden, dan zou het prachtig wezen dat die mensen ons informeren, dat wij de politie in kunnen schakelen. Dus nog even een signalement. Het beeld van David is 1,60 meter hoog, is van marmer en weegt zo'n 160 kilo. Volgens de eigenaar moet het beeld opvallen. Van een naakte man, dat heb je niet elke dag in de tuin, hè? Nee. Zes studenten van het Graafschap College in Doetinchem bouwden een boot die volledig wordt aangedreven door zonne-energie. Ze strijden met meer dan 40 teams in Zeeland. Dat zometeen. Leerlingen van het Montessori College in Nijmegen kregen vandaag les in Centerparks Heiderbos. Ze moeten hun examen biologie overdoen omdat de gemaakte examens zijn gestolen uit de auto van een lerares. Na de les mochten de leerlingen nog een duik nemen in het tropisch zwembad. De politie heeft drie Utrechtse mannen opgepakt op verdenking van verkrachting van een Nijmeegse vrouw. De drie zijn aangehouden nadat de politie ze betrapte in een auto bij een bedrijventerrein. De agenten waren afgekomen op een inbraakalarm. De Mediamarkt aan het Velperplein in Arnhem is korte tijd ontruimd geweest vanwege rookontwikkeling. De rook kwam van een oververhitte motor van een luchtzuiveringsinstallatie. Er is geen brand geweest. Voor het eerst zijn er dit jaar varkens op de Farm and Country Fair in Aalten. Normaal mogen ze niet op tentoonstellingen komen vanwege de verspreiding van ziektes. Maar omdat de dieren van één bedrijf zijn, heeft de minister nu toch een vergunning afgegeven. De Farm and Country Fair wordt volgend weekend voor de 14e keer gehouden. Het Achterhoekse Laren krijgt alsnog een beeld van Albert Mol. Hij woonde jarenlang in het dorp en is 5 jaar geleden overleden. Vorig jaar ontstond een strijd tussen een aantal plaatsen om een beeld van hem. Laren kreeg het beeld toen niet vanwege problemen met de initiatiefnemers. Een oud inwoner van Laren legt nu geld op tafel voor een beeld dat wordt gemaakt door kunstenaar Anton ter Braak. De provincie trekt ruim 27 miljoen euro uit om de N309 bij het Harde aan te pakken. De weg loopt dwars door het dorp en is een belangrijke verbindingsroute tussen de snelweg A28 en Flevoland. De gemeente Elburg pleit al jaren voor een snelle aanpak van deze weg om het Harde te ontlasten. Topvolleybal in Apeldoorn dit weekend. In het Omnisportcentrum speelt het Nederlands volleybalteam 2 World League wedstrijden tegen China. Vandaag was er al een demonstratie bossabal. Daarbij wordt volleybal gecombineerd met voetbal en acrobatiek. Ook was er een wedstrijd fast smashing. De A2 tussen Hedel en knooppunt Empel is vanochtend urenlang afgesloten geweest door een gekantelde vrachtauto met gipsblokken. Bij Velddriel botste de vrachtwagen tegen de vangrail. De chauffeur is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk ontstond een file van 17 kilometer. Een 23-jarige man uit Buren is gisteravond in een natuurgebied in Lienden aangehouden voor potloodventen. Een vrouw werd geconfronteerd met een naaktloper en belde de politie. De man heeft een procesverbaal gekregen. Het Nationaal Fruitpark in Ochten is vandaag geopend. In het park zijn vrijwel alle fruitsoorten te zien die in de Betuwe voorkomen. Ook wordt er informatie gegeven over rassen, teeltmethoden, toepassing en verwerking van fruit. Nieuws uit Gelderland. 7 dagen in de week. Kritisch, objectief en betrokken. Ze hebben nog nooit een boot gemaakt of met grote zonnepanelen gewerkt en toch is het ze gelukt. Techniekstudenten van het Graafschap College uit Doetinchem bouwden een boot die volledig op zonne-energie vaart. En met dat bootje deden ze vandaag mee aan een internationale wedstrijd in Zeeland. Niek, wat ben je nou aan het doen? Ik ben nu de zonnepanelen aan het schoonmaken. Want dan kan u natuurlijk meer rendement behalen. En hoe meer rendement er uit de zonnepanelen gehaald wordt, hoe harder de boot van de studenten van het Graafschap College gaat tijdens de Dutch Open Solar Boat Challenge in Zeeland. Een race van boten waarvan de motor op zonne-energie loopt. De etappe van vandaag leidt langs Goes. B06, start! En nee, dat gaat niet hard. Hooguit 10 kilometer per uur. Maar ja, het bootje is dan ook afhankelijk van hoe hard de zon schijnt. Nou, we varen door middel van een elektromotor.
Die wordt opgeladen door de zonnepanelen. En de zonnepanelen die werken via de accu. De energie komt binnen via de accu, via de laadcontrole. Die houdt ook alles helemaal bij van hoeveel watts. Die egaliseert de stroom. En het loopt allemaal via elektrische systemen hier naar een display toe. En dan kunnen we hier hebben een gashendel en dan kunnen we gewoon gas geven, zeg maar. En de Achterhoekse boot is ook nog eens een van de zwaarste, omdat de jongens hem per se van aluminium wilden bouwen. En niet van bijvoorbeeld polyester. Een begeleider vindt het prima. Het zijn werktuigbouwkundigen en ze zijn hartstikke goed in metaal. Dus ze wilden per se die kennis overdragen naar de boot. En dat is gelukt. Ja, prima. Zo met een zootje erbij gaat helemaal goed. Ze varen niet om te winnen, maar om te laten zien wat ze kunnen als Achterhoekers. En dat steunen de gemeente Doetinchem en de regio Achterhoek. Dat is fijn, want zo'n boot kostte gauw €10.000. En heel veel uren werk. Maar ach, dat is bij de finish alweer vergeten. Inwoners van Gelderland sparen te weinig. Dat blijkt uit onderzoek van kredietverstrekker MoneyU. Het gemiddelde Gelderse gezin heeft €5.500 op een spaarrekening staan. Dat is €7.000 te weinig om financiële tegenvallers op te vangen. De werklui lopen er elkaar zowat voor de voeten. Bij het Airborne Museum in Oosterbeek werken ze keihard aan een voor Europa unieke expositie. Voor €6 miljoen verrijst in de nieuwe ondergrondse ruimte bij het Oorlogsmuseum de Airborne Experience. Achter Villa Hartenstein, waarin het Airborne Museum gevestigd is, is de afgelopen maanden ondergronds een grote uitbreiding voor het museum gebouwd. In die enorme kelder kunnen bezoekers vanaf eind augustus de Airborne Experience bezoeken. Een nieuwe manier om de jongste generatie, aan de hand van decors, beeld, geluid en geur, te laten ervaren wat er zich in deze regio heeft afgespeeld in 1944. Dit wordt de nieuwe ruimte voor de Experience, Airborne Experience geheten. Het is vrij groot, zoals u ziet dadelijk. 800 vierkante meter vloeroppervlak. De 6 meter binnenwerks hoog. Dat is voor de lampen en de beamers en alle elektriciteit eraan komt te hangen. En u ziet de decors die tot 4,5, 5 meter hoogte gaan hier allemaal. Dat is allemaal een aanbouw nog. Het wordt fantastisch dadelijk als het gereed is. Als je via het oude museum het nieuwe gedeelte binnengaat, loop je door de cabine van een Hortsa. Het type zweefvliegtuig waarmee de luchtlandingstroepen op de Ginkelse Heide in Ede landen. De Hortsa wordt hier helemaal nagebouwd met een cockpit. En daar loopt hij ook echt doorheen. Hier zitten die onderdelen van de Hortsa aan de rechterkant. Maar dat is pas het begin. Je moet zien natuurlijk als het klaar is. Het zijn allemaal nog onderdelen. Maar het gaat leven. De verbouwing is een enorme operatie. De oude Villa Hartenstein wordt opgeknapt en helemaal nieuw ingericht. En het nieuwe ondergrondse deel wordt op dit moment afgebouwd, terwijl ook de expositie al wordt opgebouwd. Ja, we gaan door elkaar heen. Er zijn nog techneuten bezig hier om de koelinstallatie en de luchtinstallatie te maken. En ondertussen moeten we al starten met deze bouw om tijdig gereed te zijn. En het resultaat, zegt het museum, kent zijn gelijken niet. Dat is uniek, ik zeg het maar in Europa om het te beperken, want ik weet niet wat het allemaal in Amerika is. Maar ik denk dat het echt uniek is in de wereld wat we hier doen. We lopen echt door de landingsterreinen heen en door het gebied heen dadelijk wat hier heeft afgespeeld. Maar hoe mooi het allemaal ook wordt, het blijft in de eerste plaats een museum. En bezoekers moeten er kennis van de oorlog op doen. Als je hier uit het museum komt, moet je wel weten hoe het heeft plaatsgevonden. Het Airborne Museum is eind augustus weer open voor publiek. Niet zo warm, maar toch een aardige dag vandaag. De vraag is of het nou zomer wordt. Hier is Reinier van den Berg vanuit de Weerstudio in Wageningen. Jazeker, de zomer komt volgende week goed op gang. Maar eerst nog even door het weekeinde heen. Dan is het nog fris. Vandaag was dat ook zo. Met schitterende stapelwolken zo af en toe. Fantastische Hollandse wolkenluchten. Lokaal viel er een bui, maar eigenlijk viel het allemaal best wel mee wat betreft de buien. En afgelopen nacht trok er nog een vrij groot gebied met bewolking over. Waarschijnlijk hebt u er niks van gemerkt. Bovendien viel er vrijwel geen regen uit. Maar dit trok toch dus over Nederland. Op weg nu naar Gelderland en naar Midden-Europa, de Alpen ook. Daarachter de opklaringen en her en der wat witte vlekken, stapelwolken en een paar lichte buien. Ook in Gelderland zagen we dat dus, ook op de foto daarnet. Maar die bewolking lost vanavond op en dan krijgen we een heldere avond en nacht. Kraakhelder zelfs op veel plaatsen. Temperaturen dalen naar 9 tot 10 graden bij een tot zwak afnemende zuidwestelijke wind. En misschien is vanavond na 11 uur richting het noorden kijkend iets van lichtende nachtwolken zichtbaar. Een beetje zilverkleurig, wittige bewolking als het al donker aan het worden is. Dat zou kunnen. Dat zijn trouwens wolken op grote hoogte in de atmosfeer, 80 kilometer. En die bestaan uit stofdeeltjes en niet uit water.
Morgen dus een paar buienwolken nog steeds. Wat meer dan vandaag, denk ik. Er zit wel wat blauw tussen, maar vrij veel wolken domineren toch wel het weerbeeld van een hele frisse zaterdag met temperaturen van een graad of 16. Meer kan ik er niet van maken. En vooral in de ochtend dus een paar buien. Het meest in het noorden van de provincie richting Hattem en ook in de Achterhoek. En ik denk dat het westelijk rivierengebied toch wel grotendeels droog blijft. Een matige noordwestelijke wind daarbij. Namorgen op zondag ook nog wel vrij koel weer. Temperaturen een graad of 18, maar wel droog met geregeld de zon die even tevoorschijn komt. Maandag ook nog wolkenvelden, niet al te veel zon, maar wel 20 graden. Daarna, dan komt de zomer dus op gang. Het wordt zonniger en warmer. Vanaf woensdag temperaturen dichtbij de 25 graden. Het is heel verstandig om wat kilometers in de benen te hebben voor de Nijmeegse Vierdaagse. En daarom wordt er weer volop geoefend. Morgen ziet u bij de wandeltocht in Beuningen hoe de wandelaars in vorm komen. Nog een fijne avond. We gaan eraan beginnen. De allereerste Hallo Gelderland kookwedstrijd.